Goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in de Verenigde Staten, ronde nummer 19 van het kampioenschap en aflevering 41. Als je aflevering 40 in Mexico gemist hebt, zal ik de eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2019 de Career Mode? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op, aanzet je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in de Verenigde Staten. Een paar weken een break genomen, omdat ik het even druk had met school. Maar we gaan gewoon weer verder met de career mode. De Verenigde Staten, de baan moet ons goed liggen. Veel bochten, wat wel jammer is. Maar daarentegen staat dat we heel snel zijn op het lange rechte stuk. Een update namelijk. En Carl die adviseert om nog even iets aan de aerodynamica te doen. We klimmen wat in op Mercedes. Dan gaan we gewoon door met de kwalificatie. Het wordt wel een lastige race. Dat zeg ik je nu alvast, want we gaan alles laten vervangen. Ik doe ook nog even, dacht ik misschien een ultimate update, maar ja, ik weet het dus niet of ik dus naar een ander team ga. Dat zien we dan wel. Eerst kwalificatie. En dan gaan we kijken of dat misschien ons wat hoop kan vestigen voor de race. Hoe makkelijk we de concurrentie kunnen verslaan. Here in the United States, welcome to the circuit of the Americas. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tires, such as the frequency of low-speed exits. No matter how good a driver is at managing their throttle application to limit rear slip, they can't always overcome a car that's inherently bad at looking after its rear tires. Here we have a lot of low-speed corner exits, which means a whole load of energy, heat and tire wear. Nou, we zijn dus aanbeland bij onze eigen auto voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Amerika. Q1, hetzelfde verhaal zoals altijd. Het belooft gewoon niet zo'n spannende Q1 te worden, want ik verwacht gewoon dat we door zijn naar Q2. We zijn inmiddels op de baan. En ik kom dus net over de finish en we gaan dus zien wat deze ronde gaat opleveren hier in Q1. Deze bocht vind ik altijd heel irritant om die goed te nemen. Want als je dan maar iets te vroeg of iets te laat remt, dan kom je al gelijk te vroeg of te wijd uit. En dan is je ronde gelijk verpest. Over 6 minuten is heen gekomen met de Russen met een 1.34.2. Ontzettend met een 1.34.4. Op dit moment de snelste tijd. En Q1 zit er inmiddels op. P6 op 17e. Prima. Kijken waar Nico Hulkenberg is beland. Nee, dus niet gered. Nico Hulkenberg na plek 16, zoals altijd, van de Duitser. Q2 inmiddels. De band waarop we dus de race gaan starten, dat is hier bepalend. En ik heb besloten gewoon om op de soft te gaan starten en niet op de medium. En dit bedoel ik nou, hè? Ja, dit bedoel ik. Die bocht 1, die kan je exit vernachelen en dan is het weg je ronde. Ik ga er ook wat te wijd en dan komen we op plek 3, op 27.000 van Vettel. Inmiddels uitslag van de Q2, we zijn door naar Q3 op een paar duizendste van Gasly, want die heeft het niet gered. Q3 inmiddels, we zijn aanbeland bij de laatste van de kwalificatie en ik verwacht hier gewoon een plek 5, plek 6 te halen. Want dat is dus waar we staan op dit moment bij dit circuit dan. De S's, altijd leuk gedeelte. Soms verraderlijk irritant met track limits. Want dan is het in één keer de hele ronde weg. Kvyat met een 1.32.8. En onszelf met een 1.33.7. Op P5. Op 18e van Danny Kvyat. Inmiddels komt de tweede run. En we zijn doorverwezen naar plek 9. En nog een minuut te gaan. Ja, dit bedoel ik nou. Ja, ik schiet daar te wijd. En dat vernachelt onze exit bij bocht nummer 1. En dan moeten we hopen waar we dadelijk dan gaan staan. We zijn dubbel naar P9. En over 6 minuten is heen gekomen. Excellent lap. We're really pleased. Plek 5. Nou, een prima positie. Hopelijk dat we misschien wat naar voren kunnen komen in de race. Maar de uitslag, Weber op pole, Hamilton naar 2 en Vettel naar 3 en onszelf dus naar plek 5. Top gedaan voor Charles Leclerc en Danny Kvyat. Die tijd breakdown zien we hier inmiddels. We winnen ten opzichte van Nico Hulkenberg, we winnen ten opzichte van Lucas Weber. Allemaal top. De resource punten.
in Brazilië of in Abu Dhabi komen er nog een paar laatste updates. En dan ga ik denk ik vertrekken bij Alfa Romeo als het team zijn die mij willen contracteren. Zo niet, dan blijf ik gewoon bij Alfa Romeo. Maar als een ander team wil, bijvoorbeeld, even kijken, Mercedes, Red Bull of Ferrari, dan ga ik gelijk naar dat team toe. We starten helaas achteraan van de grid. Ik heb besloten om alles te laten vervangen van de motor. Dus we starten helemaal achteraan. En dat belooft een spannende wedstrijd. We starten helaas niet op de medium, maar op de soft. En we gaan kijken wat het gaat worden hier voor de grootmacht van Amerika. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jullie ook. We gaan het zien bij de race. In 2012, America's on-again, off-again love affair with Formula One finally seemed to settle down with the completion of this wonderful racing facility here in Texas. Since then, we've been treated to some incredible races, including, of course, that classic wet-dry championship decider of 2015. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas, overtaking opportunities into turn 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. And we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lucas Weber lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, Daniel Kvyat and Leclerc, Bottas, Butler, Perez and Pierre Gasly, Giovinazzi, Raikkonen, George Russell and Ricciardo, Hülkenberg, Grosjean, Carlos Sainz and Kevin Magnussen, Stroll and the Professor. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. We starten dus helemaal achteraan. En helaas op de softbanden. Maar we kunnen er niks aan doen, want we gaan gewoon beginnen met de grootmacht van Amerika. Career aflevering 41. En we zijn onderweg vanaf de laatste plek op de startgrid. En het is een bizarre slechte start van Stroll en Magnussen. En de rest rijden al gelijk van ons weg. Dan probeer ik hier een hele grote divebomb te maken. En het is daar even dringen. Maar in één keer 7 posities gewonnen. Russell en Raikkonen gezien. Giovinazzi ook, maar helaas kunnen we daar niet omheen. Maar de start hebben we gehad. 8 posities gewonnen. En hier is het al wat aan het vertragen, omdat de rest allemaal hier voorzichtig aandoet in de openingsronde. Maar de chaos was er niet. Bizar, bizar, bizar. En dan kijken we hier al gelijk bij Giovinazzi en Perez. Raken we Sergio Perez, want die stuurt gewoon vol op ons in. Die ons gewoon niet zag, terwijl hij wel had ons moeten zien. De start is oké volgens Jeff. Plek 10. 10 posities gewonnen. Middels ronde nummer 3. En daar kijken we bij Bottas en Butler in deze hele krappe bocht. Maar toch, 2-1. Hoppata, zo doen jullie dat. Zo doe ik dat. Maakt allemaal niet uit. In ronde nummer 3 van P20 naar plek 7. Doe dat maar eens na. De volgende heet Charles Leclerc. En daarvoor rijdt Giovinazzi, Vettel, Weber en Russell. Ik weet niet wat ik zeg, want Russell rijdt voor Toro Rosso. Ik weet niet wie er voor die andere Williams rijdt. Kvyat. Kvyat bedoel ik. Danny Kvyat. Die rijdt voorop, denk ik. En daarachter is het Lewis Hamilton. Zit in ieder geval nu in het DRS van Charles Leclerc. Terwijl Verstappen verdedigt, het was dus niet Giovinazzi, maar het was Max Verstappen. En Leclerc bespaart Urs. Vettel naar 4. Weber of Kvyat naar 3. En dan is het Kvyat of Weber naar 2. Het is in ieder geval Kvyat die op plek 3 rijdt. Weber dus naar 2 en Hamilton aan de leiding. Sorry, Weber aan de leiding, Hamilton naar 2. En ronde nummer 9. En ik heb besloten om achter dat groepje weg te duiken. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc.
of Vettel. Het is Vettel die ook naar binnen duikt. En wij duiken dus ook naar binnen voor een setje medium banden. En dan gaan wij de race gewoon op uitrijden. Terwijl Vettel naar soft is. Vettel naar soft. Dus die moet nog een keer naar binnen. Een goede stop. 2.2. Waar komen we terecht? We komen voor Devin Butler op plek 14 terecht. Vettel moet nog een keer naar binnen. En wij niet. Wij gaan gewoon de race uitrijden. Met nog 18 ronden te gaan. Dus ik ben benieuwd of dit slim is wat Ferrari doet. Daar zitten we inmiddels bij de eerste bocht. Want Verstappen zat daar nog. Want die komt uit de pitstraat. We hadden een moment overstuur, maar we duwden hem daar gelijk wijd. En dan heeft de volgende Schalke die in één keer hier raar gaat verdedigen. Dan kiezen we voor de buitenkant. Heeft niet zoveel nut. Maar we hebben hier gelukkig DRS. Openzetten en er eenvoudig voorbij. Maar ik weet niet waarom Charles Leclerc op dat punt ging verdedigen. Was nergens voor nodig, vond ik. En dan kunnen we nu naar Lewis Hamilton toe rijden. Ronde nummer 13. Inmiddels is Vettel ook... ik dacht dat Vettel naar binnen was gedoken. Vettel is nog niet naar binnen gedoken. Hamilton zit hem op zijn staart. Interessant, want Hamilton rijdt op de medium en Vettel rijdt op versus soft. Heel gek dan dat de Brit sneller is dan de Duitser. En Williams leidt met een 1-2. Kvyat en Weber. Maar ik ben benieuwd waar wij dadelijk nog terecht kunnen komen. Want ik wil hier graag weg met het podium. En ik denk dat het ook gaat gebeuren, want Vettel moet nog naar binnen. Ik denk Kvyat of Weber ook, dat wordt sowieso plek 3. En met een beetje mazzel op plek 2. Oké, Hamilton dus voor ons. En Weber is naar binnen, volgens mij. Ja, Weber naar binnen. Voor een setje medium. Dan leidt Kvyat nu de race. Danny Kvyat leidt de race. Vettel vlak daarachter en vlak daarachter weer Lewis Hamilton. En dan volgen wij op plek 4. Nog 10 ronden te gaan. Dus ik ben benieuwd waar we straks terechtkomen als ook Danny Kvyat naar binnen moet. Want die moet ook naar binnen, want die gaat een overkut proberen op Lucas Weber. 3.9 is het gat naar Lewis Hamilton. Best wel groot. En Vettel moet ook nog naar binnen. Dus ga er maar vanuit dat wij op plek 2 dadelijk belanden als die twee jongens voor Hamilton naar binnen duiken voor een setje soft of medium. Ik denk medium. Dan is de vraag wanneer ze dat gaan doen. Charles Leclerc is in verkeer beland. Die zit nu nog steeds in verkeer. En we zijn nu verwezen naar plek 2. Omdat Kvyat naar binnen is gedoken samen met Sebastian Vettel. Zeg ik dat goed uit mijn hoofd? Dat is Vettel die in verkeer is beland. Ja, want Vettel is net naar binnen gedoken. Vettel is in verkeer beland. En Leclerc zit al gelijk Weber op zijn staart. En wij rijden gewoon rustig onze rondjes. Ik ga proberen misschien om het gat met Lewis Hamilton dicht te rijden. Maar ik weet niet of dat lukt. Ik ben nog 800 te gaan. Het gat is inmiddels 4 seconden. Dat ga ik denk ik niet meer dichtrijden. Maar als het zo is van plek 20 naar P2, dan wil ik het wel. We moeten nog wel even Lucas Weber en Verstappen achter ons zien te houden. Want die dringen nu ook aan, want ik ben wat uurs aan het besparen. Om dadelijk het open te zetten op een lang rechte stuk. Ronde nummer 21 inmiddels voor ons. Nog 8 ronden te gaan. Het is inmiddels nu ronde nummer 22. En het gat met Hamilton is 5.9. Dat gaan we ook niet meer dichtrijden. En daar focus ik me dus ook even niet op. Ik focus me nu gewoon op Lucas Weber en Max Verstappen. Die dat podiumplek van me af willen pakken. Want ik denk dat Verstappen ook naar het podium wilt. Maar Weber ook. En die willen denk ik een treetje hoger dan plek 3. Dus geloof mij, die gaat het mij dus nog hartstikke moeilijk maken in deze wedstrijd. Een tiende langzamer dan onze beste lap hier in de Verenigde Staten. Het gat met Weber is 1/4. Keep managing your tires. Manage your tires. Oké, hou je banden onder controle terwijl Weber daar even kijkt bij de buitenkant.
weet niet of dat slim is, Lucas, want jij wordt hier gewoon wijdgeduwd door ons. En daardoor kan Verstappen hier misschien een aanval wagen naar Lucas Weber, waardoor wij wat weg kunnen rijden van de Duitser en onze landgenoot. Maar we moeten onze banden zien te managen, dat zei Jeff. Met duidelijke woorden. En Verstappen duikt aan de binnenkant van Lucas Weber. Maar die plek is nog niet van Max. Die is nog van Lucas. Ja, die is nog steeds van Lucas Weber. Ronde nummer 24. En daar zit Weber aan de binnenkant. Maar wij blokkeerden hem daar. Dus kon hij nergens naartoe. Dat verpest onze exit bij bocht 1. Waardoor Weber hier misschien meer snelheid heeft. Maar hier in deze S-secties niet kan aanvallen. Op het lange rechte stuk dan, Weber. Hij kijkt wel naar de buitenkant. Remt wat later. Maar dan laten wij hem hier vloeiend uitrollen. Nog steeds plek 2. Gat met Hamilton is inmiddels vergroot. Van 5 seconden naar 7,5 seconden. Ronde nummer 25 inmiddels. Weber probeert het opnieuw, denk ik. En ik ga gokken waar hij naartoe gaat. Ik denk naar de buitenkant, want ik verdedig namelijk de binnenkant. Oh nee, ik kies toch voor de binnenkant. Dat is niet slim, Lucas. Want je weet dat wij extreem laat remmen. En nog steeds is plek 2 van ons. 8,2 inmiddels naar Hamilton. Door dit gevecht heeft Hamilton een comfortabele voorsprong. En kan hij de wedstrijd gewoon gaan winnen. Dan is het hier nog even afwachten wat Lucas doet. Keek naar de buitenkant. Voltooide die aanval niet. Verstappen nog steeds achter Weber. Terwijl de banden er nog op dit moment redelijk uitzien. Weber, kiest hij dan nu voor de binnenkant? Nee, hij kiest voor de buitenkant. Niet slim, Lucas. Rent wat later. En dan duwen wij hem hier wijd. Verstappen nog steeds. Aan het kijken. Bij de buitenkant zie ik nu. En hij heeft die aanval goed geslaagd. Terwijl Vettel is uitgevallen. Of een Ferrari daar stilstaat. Of Charles Leclerc trouwens. Ik denk Vettel die daar stilstaat. Het is Sebastian Vettel die uitvalt. En Weber nog steeds met het knokken om plek 3. Met Verstappen. Gaat voor een podium. En wij kunnen op dit moment wat wegrijden van Max Verstappen. Die nu in één keer in de laatste ronde van de wedstrijd nog steeds de aanval bij ons misschien kan plaatsen. Terwijl de auto van Vettel nog niet is weggehaald. Dus ik hoop dat het een virtual safety car wordt. Dan zijn we veilig op dit moment. 14e verschil met Max. We moeten deze positie nog even hard zien te verdedigen. Hard maar fair, zoals Verstappen dat zegt altijd. Of zij zegt, ik weet het al niet meer. En ik denk dat Weber is uitgespeeld. De auto van Vettel is inmiddels weggehaald. En Charles Leclerc heeft het heel moeilijk. Is gewoon in verkeer beland. Een hele slechte timing van Ferrari. Terwijl Verstappen naar ons toe kan rijden. Maar niet echt een aanval kan wagen. Alhoewel, we schieten wat door. Maar dat was alleen maar een kijkkans voor Max. En niet echt een aanval. Hamilton gaat de wedstrijd winnen. En dan eindigen wij op P2. Vanaf plek 20. Onze één na beste race ooit, want in Francorchamps wonnen we namelijk van de laatste plek. En hier, na P2, dat is wel heel, heel knap. Lewis Hamilton wint de wedstrijd en wij pakken weer wat belangrijke punten voor Alfa Romeo in de constructeurs. Een prima race hier in de Verenigde Staten. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again.
Nou, de uitslag. Hamilton met de wedstrijd. Onszelf naar plek 2. En Hulkenberg pakt 4 punten voor Alfa Romeo. 4 belangrijke punten voor Alfa Romeo. Ik weet niet wie Driver of the Day heeft gekregen, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Hamilton pakt Weber en we lopen wat uit op Alfa Romeo, maar het belooft nog spannend te worden in zijn constructeurs voor de laatste race in Abu Dhabi. Maar eerst Brazilië natuurlijk. En hopelijk is onze auto daar ook heel erg goed. Nou, maar heel fijn dat Nico Hulkenberg punten pakt. Good day today. En hier hebben we Claire. You were cutting your way through the field during the race. Ja, dat moest ook. Plek 20 na P2, hartstikke fijn. En het was dankzij de engine. You're breaking all expectations. What's your secret? Nou, ik heb geen geheim. Het is gewoon de beste auto hebben en de beste team hebben. Daar is het. Do you have any comments about the collisions? Nee. Tenminste. Ik vind niet echt dat ik daar iets op te zeggen heb. Misschien wat downforce kwijt, maar ja. Appreciate your time. Daar kunnen we niks aan doen. De rivaliteit breakdown met Nico Hulkenberg en Lucas Weber. We winnen beide rivalen. Van beide rivalen. En dat is alleen maar beter en beter en beter. De resource punten in de Verenigde Staten zijn mooi behaald. Kijk eens hoeveel. In Abu Dhabi kunnen we die dus weer lekker opmaken. De reputatie is gewoon bij alle teams volledig gelijk gebleven. Een veteran en een sportsmanship. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Nou, dankjewel Emma. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw op het kanaal en wil je meer afleveringen zien van de VN 2019 Career Mode? Voor leuke aflevering, voor wekelijkse aflevering. Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je geen enkele video meer van me mist. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, een fijne dag verder en tot de volgende keer bij VN 2019 Career Mode. Ga verder in Brazilië.